Even na 1:00 vanmiddag kreeg de brandweer melding van de brand in de kelder. Omdat de vrijgekomen rook in het ventilatiekanaal van het bovenliggende woningcomplex vrijkwam, is de brand meteen opgeschaald. Nou, de reden dat het een grote opschaling is, dat komt omdat er een enorme rookontwikkeling is. En het is een vrij groot appartementencomplex wat erboven zit. En uit voorzorg moet gewoon alles gecontroleerd worden. Om die reden is ook de Jumbo ontruimd. En zijn brandweerpersoneel is naar de bovengelegen appartementencomplex gekeken of ze daar ook nog hulp konden bieden. Het bleek dat er verschillende mensen rook hebben ingeademd. Drie mensen zijn onderzocht door het ambulancepersoneel en daar is verder niks mee aan de hand. En er is een babytje uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. De politie onderzoekt de brand.